Een tijdje terug had ik een masker van Hema met slagroom en aardbei. Toen zat ik te denken voor mijn zondagse maskerartikel van... Kan je dat ook niet gewoon zelf maken? Dus ik besloot slagroom te kopen en aardbei. En ik ga nu zelf een masker hiervan maken. En het uitproberen en aan jullie laten zien hoe ik dat doe. Wat je nodig hebt is slagroom en aardbeien. Nu ga ik 2 eetlepels slagroom toevoegen... aan de aardbeien, dus in de blender. En nu ga ik dit blenden. En dit is hoe het er nu uitziet. Ik ga het nu in een bakje overgieten en daarvan gaan we het masker maken. Dit is hoe het masker eruit ziet. Het is perfect smeerbaar. Natuurlijk kan je dit ook doen zonder blender door gewoon de aardbeien te prakken in de slagroom. Maar als je het in de blender gooit, dan heb je natuurlijk echt een heel erg glad papje. Soms is dat niet handig voor maskers, dan wordt het te vloeibaar. Maar bij dit dacht ik op zich, omdat ik meer aardbei ook heb gebruikt en slagroom, dat het wel een perfecte consistentie moest hebben. Dat heeft het nu. Oké, ik heb het masker hier en ik ga hem aanbrengen met mijn maskerkwastje. En waar dit goed voor is? Nou, slagroom is heel erg goed voor de huid die wat droog is. Dus een beetje de vochtarme, droge huid. En aardbei is weer heel erg goed voor de wat vettere huid. En dan vooral als je wijde poriën hebt. Dan zal aardbei die zal dat weer een beetje sluiten en ze strakker maken. Waardoor... Oké, hij zit erop. Het is nog steeds best wel een vloeibaar masker. Dus ga even liggen of in ieder geval niet te veel doen. Ik heb zoals altijd veel te veel. Dit is zeker genoeg voor 3-4 maskers. Dus gebruik minder dan wat ik deed. En ik laat het nu ongeveer 20 minuutjes zitten en dan ga ik het eraf wassen. Oké, er is inmiddels een half uur voorbij en het is veel roder geworden door de aardbei. En terwijl ik hem op had, voelde ik het ook een beetje prikken overal. Maar niet vervelend of zo, gewoon normaal. En aardbei, er zit dan een bepaald zuur in. Dat is echt heel erg goed tegen puistjes en andere dingetjes ook. Dus dat is wat ik voelde en ik ga het er nu afspoelen. Ik heb het masker eraf gehaald en het voelt super zacht aan. Ik merk dat het echt wel... iets tegen puistjes doet. En dat merk je vaak aan dat toch wel een beetje dat... niet trekkerige gevoel, maar... weet je dat tijdens toen ik me op had voelde ik het een beetje tintelen. En ik voel het nog steeds een beetje natintelen ook. Maar daarnaast is mijn huid super, super zacht. En dat komt echt door de slagroom, geloof ik. Want het voelt als een heel zacht laagje over mijn huid. En ondertussen voel ik wel de puistjes die ik heb. Ik heb er best wel veel nu. Die zijn nu aan het prikkelen, zeg maar. En het is ook niet dat er een rode gloed achtergelaten is van de aardbei of zo. Het is gewoon eraf gespoeld. En mijn gezicht voelt ook net ietsje warmer, maar op een lekkere manier. Dus het geeft je wel, denk ik, ook een gezond blosje als je dat nodig hebt. Dus ja, ik vond het een lekker masker. Aanrader.